Joran van der Veen, 18 jaar en dan je eerste profcontract tekenen bij SC Cambuur. Hoe is deze week voor jou geweest? Ja, heel leuk denk ik. Natuurlijk een heel mooi moment om mijn eerste contract te mogen tekenen. Daarnaast nu de wedstrijd ging ook wel lekker. Dus zeker een mooie week voor mij. Dus we gaan hier lekker mee door zo. De volledige jeugd hier doorlopen vanaf de voetbalschool. Hoe is het dan om ook met de grote jongens nu mee te mogen doen? Ja, ik denk heel leuk. Uiteindelijk doe je daar natuurlijk voor. Uiteindelijk werk je daarvoor. Ik denk een mooie stap nu. En ja, gewoon blij dat ik deze stap heb mogen maken. En ja, uiteindelijk is dat wel je doel. Dus zeker blij mee. Had je het ook zo snel al verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ik denk op 18 is best jong. Dus, maar ja, weet je, als je het goed doet, dan je krijgt een kans. Ja, waarom zou je die niet pakken? Dus ik ben blij dat het nu gelukt is. En je bent echt een typische buitenspeler. Vandaag ook flitsen van gezien. Hoe zou jij jezelf omschrijven als speler? Een speler met veel dreiging naar voren. Een goede actie in huis. Veel diepgang. Speler die ook doelpunten kan maken, assist kan geven. Dus aanvallend een groot deel kan hebben in het team. Was je vandaag tevreden over je spel? Aanvallend zeker. Ik denk dat verdedigend nog beter kon bij momenten. Maar daar gaan we mee bezig. Daar zijn we mee aan het werk. Dus als dat beter is, dan word ik een completere speler van. En denk ik dat ik snel nog beter kan worden. Nou, Wiebe Kooistra, als 16-jarige een profcontract tekenen bij SC Cambuur. Dat gebeurt niet iedere dag. Hoe speciaal is dat voor jou? Ja, dat is geweldig. Ik ben heel blij mee. En ik hoop dat ik zo door kan gaan bij het eerste. Had je dat ooit durven dromen? Dat je vanaf Harkemase Boys, natuurlijk een jongen uit de regio, dat je al zo snel die stap kunt maken? Ja, ik heb natuurlijk wel, dat is natuurlijk altijd wel mijn droom geweest inderdaad. Maar om het zo snel te kunnen doen, dat had ik niet verwacht. En hoe vind je het gaan in de voorbereiding dat je nu mee mag doen bij de grote jongens? Ja, het heeft natuurlijk ups en downs, maar het is wel heel leuk. En vooral heel intensief, leert veel dingen, maakt grote stappen ook, gaat veel sneller dan bij in de jeugd. Wat zijn de grootste verschillen die je nu al merkt? Vooral fysiek en gewoon veel sneller moet nadenken. Het is, die wedstrijden zijn veel zwaarder en je wordt veel meer gepusht hier om als je een keer gaat rusten. Dat het eigenlijk niet mag, je moet de hele tijd door. Dat is wel echt een groot verschil. Ja. En merk je dat het je goed afgaat? Ja, het gaat helemaal goed af. Alleen, ook als je gewoon weer thuis komt, ben je echt kapot. Dat had je in de jeugd, was je ook moe. Maar dit is wel een heel ander level, zeg maar. En vandaag was dan misschien wel het grootste test voor jou ook. Want het was natuurlijk de eerste prof tegenstander uit Nederland. Een eredivisionist. En dat je die dan met 4-1 verslaat, dat is best wel knap, toch? Ja, dat is heel knap. Had ik ook van tevoren heb ik niet echt over nagedacht. Gewoon gefocust op de wedstrijd. Maar als je 4-1 wint, dat is natuurlijk wel geweldig. Het is ook wel leuk om eventjes te testen tegen een eredivisieteam in plaats van tegen amateurs natuurlijk, omdat het niveau veel hoger is. Kijk ook kijken voor jezelf waar je staat, hoe ver je bent. Dus ik denk zeker een leuke test en ik denk dat we die als team goed hebben voorbracht. Wat zou jij dit jaar willen bereiken? Gewoon zoveel mogelijk doorontwikkelen. Gewoon beter worden dan dat ik nu ben. En dan kijken we wel waar het eindigt. Maar zolang ik maar beter ben geworden, daar gaat het mij om. Wat zijn dingen waarvan je nu al zegt, nou, dat merk ik wel, dat is wel echt beduidend anders dan bij de jeugd bijvoorbeeld? Vooral in het veld qua communicatie denk ik dat het veel duidelijker is en veel niet strenger, maar gewoon harder en veel duidelijker dan in de jeugd. Dus als je één keer iets niet goed doet, zit er gelijk iemand op je lip, wat ook wel terecht is voor dit niveau denk ik. Dus ik denk dat het grootste verschil is met de jeugd. Goed, jullie hebben vandaag Heracles denk ik even laten zien wat de jeugd ook kan brengen. Ja, zeker. Ik denk een paar andere jongens natuurlijk ook nog op de bank en Wiebe ook nog in het veld. Dus ik denk een paar andere jeugdspelers ook nog erbij. Dus ik denk zeker dat het een mooie stap is geweest voor de jeugdopleiding om te zien dat er nu zoveel jeugdspelers bij aansluiten. Wat ik net ook zei, maakt gewoon hier hele grote stappen en ze helpen je hier ook heel goed. Dus gewoon goed luisteren en dan leer je wel heel veel van. Je bent natuurlijk van oorsprong ben je een spits en je staat hier natuurlijk ook wel op de buiten. Wat is jouw voorkeurspositie eigenlijk en wat ben je eigenlijk voor type? Ik ben gewoon snel, dus in een spits kan ik wel gewoon veel diepte maken, maar buiten natuurlijk ook. Tweebenig en scherp voor de goal. Maar ik kan me eigenlijk overal wel redden, in de spits buiten ook wel. En je merkt ook dat de mensen het leuk vinden, dat een jongen uit de regio het hier zo goed doet. Krijg je leuke reacties in je omgeving ook? Ja, heel veel leuke reacties. Eigenlijk niet, natuurlijk wel een paar reacties verwacht, maar niet zoveel.
En je valt natuurlijk ook in een mooi rijtje, want er zijn hier natuurlijk meerdere jongens uit de regio die ook furoren wel eens hebben gemaakt in het verleden, hè? Ja, klopt. Zoals John Lee, Flores, maar ook veel van Harkwense Boys. Dat is ook mooi dat ik daar nu ook tussen zit. En dit was voor het eerst nu natuurlijk ook in het stadion. Hoe vond je dat? Ja, wel nieuw natuurlijk. Voor het eerst voor echt veel mensen spelen eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat ik er niet heel veel last van had. Ik ging gewoon lekker mijn ding doen. Ik zat lekker in de wedstrijd. Maar zeker een leuke ervaring om nu met de fans erbij te spelen. En hopelijk binnenkort voor nog veel meer.